Welkom terug bij City Skylines 2, waar we de vorige keer een hele mooie snelweg hebben gebouwd. Waar ja, gebruik van wordt gemaakt, maar compleet doodlood op de rotonde. Dat zullen we eventjes moeten aanzien en uiteindelijk met een oplossing moeten komen van hoe we dat uiteindelijk gaan oplossen. Want dit is wel erg bar. Het is te veel, too much, too groot, te klein. I don't know how to solve this. Weet je waar ik bijna aan zit te denken? Want zo'n beetje al die voertuigen willen naar rechts. Om gewoon een soort eerdere afslagbaan te maken. Soms heb je wel eens een baan bij een rotonde die eigenlijk de rotonde vermijdt en eerder naar rechts toe gaat. Ik heb het gevoel dat dat hier heel goed kan werken. Stel, ik doe dat zo. Het is niet mijn mooiste weg aangelegd, maar weet je, om even gewoon de rotonde te vermijden, even kijken wat ze doen. Of ze überhaupt deze weg nemen. Want ik heb het gevoel dat ze hier naar rechts toe gaan en dan weer naar rechts toe gaan. En laat me dan tevens ook deze even verlichten van zijn stoplicht. In de hoop dat dat iets doet. Laten we hier het oversteekpunt weghalen. Hier het oversteekpunt weghalen. Daar het oversteekpunt weghalen. In de hoop dat daardoor een beetje het verkeer doorvloeit. Want dit is niet echt een plek voor mensen om over te steken. Ook al doen ze, ze doen het wel. En aanschouw, deze baan wordt al prima benut. Hier stoplichten weghalen. Ja. En dan kunnen we bewijzen van. Echt, nu overstroom ik ineens weer met ideeën. Ik wil hier dan even een vijfbaans weg van maken. Maar vijfbaans andersom. Hoe doe ik dat? Zo. Is dit? Klopt dit? Ja, dit klopt. Gaat het wel uiteindelijk naar. Ja. Ja. Hoe leg ik dit uit? Gewoon ja. En hier is een ongeluk geweest. Altijd handig. Oké, dit is totaal. Ik ga weer totaal weer te lang in het verkeer. Ik wil dit vlak op ons nemen vandaag. En met dat vlak bedoel ik eigenlijk ook dit vlak. Want als wij kijken naar de air pollution, gaat dat van beneden naar boven toe. Dat is hoe de pijltjes staan. Deze oil refinery staat hier al een hele tijd. En die heeft een kleine vlek aan air pollution achtergelaten. En ik heb hier natuurlijk heel wat hout. Met ook heel veel zagerijplekjes. Met, nou, die niet al te groot zijn. 5 werknemers, 4 werknemers. Ga ze maar door. 5 werknemers. Weet je. En aangezien wij hier een woonwijk hebben. Het zit eigenlijk omgeven met een woonwijk. Wil ik eigenlijk de sloopkogel hier doorheen halen. En hier ook gewoon een woonwijk van maken. Deze farmpjes wil ik eventjes laten staan. Dit is livestock. Dit is grain. Dit is livestock. Deze industrie wil ik hier even weghalen. Natuurlijk ook in verband met de ground pollution en de air pollution die hier vanaf zou komen. Dus er valt het een en het ander te doen. Maar laten we even beginnen met dit weghalen. Sloopkogel er doorheen. U bestaat niet meer. Deze weg halen we ook even weg. Kunnen we uiteindelijk gaan kijken wat we met die ruimte gaan doen. En hetzelfde geldt eigenlijk hiervoor. Al deze gebouwtjes die hier staan, die gaan weg. En dat betekent dat wij uiteindelijk een enorme leegte zullen creëren wat betreft onze houtzagerijen. Dat zal uiteindelijk hier terecht op komen. Een enorm deficit. Maar weet je, ik wil dat uiteindelijk verplaatsen naar hier. Hier is hartstikke veel hout. En hier is hartstikke veel hout. En dat is nou weer net op een plek langs de snelweg. Wat een heel makkelijk is om daar een afkoppeling van te maken. En het is ook lekker buiten de stad. Heerlijk. Lekker makkelijk. Kijk eens hoeveel bomen hier al staan. Dat zou al echt prachtig gekapt kunnen worden. En dan boeit het niet wat betreft de air pollution. Hier hebben we uiteindelijk ook nog een hele set bomen staan waar we gebruik van kunnen maken. Dus dat lijkt me een mooie eerste stap. Dus dat betekent dat wij daarbij deze vlakjes gaan aanschaffen. Dat was gelijk 750.000 centjes. Maar daar maken we wel wat moois van. En dan kunnen we ook even gaan bedenken wat we hiermee gaan doen. Maar ik haal eerst wel even het wegennetwerk hier weg. Deze verplaats ik even tijdelijk hier aan de weg. Ook al ziet dat er echt afschuwelijk uit. Maar daar komen we uiteindelijk nog wel bij. Want het grondgebied hier, gek genoeg, dit is wel plat. Hier heb je op een gegeven moment een enorme heuvel zitten. Dus daar kunnen we rekening mee houden. Ja, en hier natuurlijk loopt het heuvel afwaarts. Dat is natuurlijk ook niet helemaal netjes. Maar dat, ja, dit is sowieso een work in progress. Daar moet ik sowieso nog een aanpassing of twee voor maken. Laten we eerst de industrie even opvangen. Ik wil eerst eventjes een netwerk aanleggen van hoe ik ongeveer, zeg maar, de wegen zou willen hebben. En nou zie ik dat hier het heuvel opwaarts toch wel wat steiler is dan uiteindelijk hier. Er is hier op een gegeven moment, dit is een heel vlak stuk. Dat is mooi. Daar kunnen we gebruik van maken als een soort hoofdweg.
Ook al willen we niet al te veel verkeer hier doorheen laten lopen. Maar laten we daar vooral gebruik van maken. En dan hier. Dit zal de hoofdweg zijn. En vanaf hier gaan we allemaal aftakkingen maken. En deze kunnen we gewoon eigenlijk vrijwel willekeurig plaatsen. Want we hoeven uiteindelijk alleen maar een weggetje zo te laten lopen. Oké, daar heb ik eigenlijk al twee locaties weten te plaatsen. Ja, zijn nog niet voorzien van stroom en wat dan ook. Omdat dit natuurlijk nog helemaal niet verbonden is. Maar dit willen we uiteraard als een soort aftakking met de snelweg verbinden. Hoe? Weet ik nog niet helemaal. We zouden er een rotonde in kunnen klappen. Dat is altijd een solide optie. Om ook gewoon een beetje snelheid uit de snelweg vandaan te halen. En dan kunnen we eigenlijk vanaf hier gewoon de weg aansluiten, lijkt mij. Als we een beetje de contouren volgen, dan valt dat uiteindelijk zo op zijn plek. Oh, het is een val zelfs. Ik dacht dat het omhoog ging. This works. Oké, stroom en water is erbij aangekoppeld. En dan zien wij hier 27 werknemers en 12 werknemers voor de locatie. Nou, we kunnen hier nog zoveel meer aftakkingen op maken. Dus laat me dat maar gewoon eventjes doen. Oké, en dit is hoe het er vervolgens uitziet. Ik heb hier 1, 2, 3 en 4 houtzagerijtjes met een enorm stuk grondgebied. Stiekem wil ik nog even wat boompjes bijplanten in hoeverre dat nog gaat. Nou weet ik dat als je een locatie zoals dit hebt, dan kan je er niks plaatsen. Dus we gaan er gewoon even lekker een beetje omheen plaatsen. Voor als we in de toekomst hier nog gaan uitbreiden met nog meer houtzagerijtjes. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de overkant natuurlijk. Waar wij ook nog wat... Ah nee, hier mag ik niks plaatsen. Nou ja, dan is dit hetgene waar we het mee zullen moeten doen. En wellicht is het ook nog wel handig als we hier gewoon een aantal parkeerplaatsen neerzetten. Voor het geval dat de mensen hier willen parkeren. Alhoewel, ze kunnen hierop gewoon deze zandwegjes parkeren. En nou, dan hebben ze deze er ook gewoon bij. Small parking lot. Hoef je niet voor te betalen. Voor het geval dat. Oké, dan gaan we kijken. Waarom is dit zo schrijnend? Moet ik hier wellicht een eenbaansweg van maken? Eenbaans inwaarts of eenbaans uitwaarts? Ik moet zeggen, de verdeling is nu best oké. Er gaan een aantal bussen gaan vooruit. Er gaan een aantal auto's gaan naar binnen. Staat die compleet vast omdat er een persoon wilt oversteken? Waarom loop jij hier überhaupt weg? Wil ik niks meer van zien. Hoe staat het met ons ander probleem? Oeh! Het is footsie! Het was gewoon footsie! Nah, zeg. Hebben we daadwerkelijk nu gewoon een werkend wegennetwerk? Oh mijn god. Ja, tenminste, hier hoopt het nog wel heel erg op. Bij dit deel. Wat ik daarvoor moet doen, weet ik nog niet helemaal. Oké, ik zie hier file. Kunnen we daar iets aan doen? Geen idee. Probleem voor een andere keer. Dit grondgebied. Waar heel veel bomen staan. En waar het grondgebied echt heuvel opwaarts, neerwaarts, zijwaarts, alle kanten opduikt. We kunnen hier een prachtige wijk van maken. Of we kunnen eens kijken wat voor mooi gebouw we hier zouden kunnen plaatsen. We hebben een Disease Control Center. We hebben een Health Research Institute. We hebben fire stations waar we eigenlijk helemaal geen ene reet mee doen. City Hall Prison. City Hall zou wel mooi centraal zijn. Incineration Plant, et cetera. Oeh, hoe staat het met mijn garbage? Niet goed. Gaan we zo direct naar kijken. Nee, gaan we nu naar kijken. Anders zie ik het alweer gebeuren. De landfill availability is matig. En ik heb hier een recycle center. Die processed wel, maar niet snel genoeg. Kan dat versneld worden? Ja, dan moeten we gewoon letterlijk eentje erbij doen, ben ik bang. Ja. Of we kunnen eens hier naar kijken. De industrial waste processing. Maar gezien ik nog maar 13 available points heb. De incinerator plant burns garbage and produces electricity from the heat. The burning produces high amounts of ground pollution as well as some air and noise pollution. Nou, dan vind ik stiekem de recycle center een betere optie. Maar het blijft natuurlijk wel even een dingetje dat we te weinig garbage exposal hebben. Wat mij handig lijkt, als ik hier eventjes naar kijk. Als wij die bewijs van gewoon hier plaatsen. Tegenover de fire station. Ik denk dat dat eigenlijk een uitmuntende plek is. Want daarbij zit het ook relatief dicht bij de snelweg. Hier kunnen ze de snelweg op
Als ze hier doorrijden, zo zit ze op de snelweg. En dan kunnen ze op allerlei locaties komen. En natuurlijk hier binnendoor is uiteraard ook nog een mogelijkheid. Dus weet je, ik denk dat dat eigenlijk gewoon een prima locatie is. Ik plaats hem hier, aan de binnenkant hiervan. Zodat we hem niet op die hoofdweg hier plaatsen. Ik denk dat dat een beter is. En een garbage truck depot. Ja, lijkt me een goede. Hazardous waste collection point. Allowing garbage to be processed at higher speed. Ik had niet gelezen. Maar dat had dan bewijs van ook gewoon hier gekund. Oh, ik had er al toevallig daar eentje van. We voegen er nog even twee daaraan toe. En doen we er hier ook alvast eventjes twee. Nou, dan zitten we volgens mij qua garbage processing... Zit weer ver in het groen. Daar ben ik blij mee. Ding is wel... ik werk nog steeds niet in operating districts. Dus daarvoor kunnen ze heel ver moeten rijden. Maar dat is een dingetje voor een andere keer. Dan gaan we alles wel een plekje geven. Oké. Tourist attractions. Is dat niet een idee? Dat is zeker een idee. Dan zouden we natuurlijk op deze locatie ook een subway moeten plaatsen. Want het moet natuurlijk toegankelijk worden. Ik zie... Hier al toevallig een subway station. Dus dat is goed. Daarmee zouden we dat kunnen aansluiten. Nou weet ik niet wat dit allemaal bevat. Wow, ja, City Hall is ook wel leuk. Ik ga wel even kijken bij tourist attractions. Wat daar allemaal onder valt. Want dat heb ik letterlijk nog bij niemand waarvan ik ooit City Skylines heb gezien. Weet ik wat dat bevat. We hebben een observation tower. We hebben een waterpark. Oké, die is klein. En we hebben een bronze statue. That's it. Dat was 8 punten. Ik bedoel, het is wel een unit van een gebouw, hoor. Dat, weet je, dat scheelt ik... Of dat... Ja. Onderwelmend? Ik bedoel, we zouden dat nog kunnen aanvullen met American Football Field, Soccer Field. Ik heb er per ongeluk nu één geplaatst. Ja, denk ik. Dat we hier gewoon een zoot winkeltjes plaatsen. Misschien een paar high-density gebouwtjes. Vergelijkbaar als dit. Van torens... Want we hebben hier heel veel low-density gebouwtjes die absoluut lelijk zijn. Dat we dit een soort van city center maken. Een downtown, weliswaar. Dan moeten we maar eens wat wegen gaan aanleggen. Ja, ik ben er nog niet helemaal over uit hoe ik zeg maar deze heuvel opwaarts wil. Of ik dat überhaupt wil. Want we hebben hier al een enorm grondhoogteverschil. Dus tot dusver heb ik gewoon de weg doorgetrokken tot eigenlijk de eerste contourlijn. En wat me dan leuk lijkt voor die ene observation tower... is dat we dan een soort pedestrian road, bewijs van hier, hebben. En dat daar dan de observation tower staat. Dat die alleen te voet benaderbaar is. Ook al staan er parkeerplaatsen bij. Nee, ik voel dat wel. Want dan kunnen we dat zelfs nog aanvullen met, zeg ik wel, parking spaces. Ja, dat kan. Ik zit ter plekke ook een beetje te improviseren over hoe en wat ik op welke manier ga doen. Ik heb hier een overground subway station geplaatst. Dat vind ik eigenlijk wel een hele leuke toevoeging. Klein winkeltje hier. Klein winkeltje komt hier. Genoeg parkeerplaatsen daarentegen. Die gaan we eventjes opschroeven naar 20 de stuk. Dan hierachter allerlei looppaadjes. En hier... plaats ik high-density gebouwen voor grote torens... waar uiteindelijk die een beetje compensatiegedrag... met de Observation Tower moeten aanvullen. Dan heb ik hier een underground parking met nog een underground parking. Ik weet niet of deze tweede ook blijft. Want ik acht dat dit gebied nog best druk kan worden. Zeker met die hoge torens die ik hier neerzet... kan ik vervolgens ook high-density businesses hier plaatsen... Want dit gaat natuurlijk een hele populaire plek worden. Wat betreft de subway station leek mij dat een geinig idee als ik dat met een treinstation verbind. Op een of andere manier. Want de treinstations kunnen een subway interface hebben. Ook al plaatst deze dan niet. Wellicht deze dan? Heeft deze ruimte voor een subway station? Dat heeft hij zeer zeker. Even kijken, hoe plaatst dat dan? Is dat underground? Dat ziet er naar uit alsof dat ondergronds is. Dan zouden we dat via die trein zo kunnen verbinden. En dus ook op ons subway-netwerk plaats laten nemen. Dus vanaf hier moeten we dan ondergronds gaan. En dan sluit dat zo aan op ons netwerk. Het is eigenlijk een beetje een one-stop-shop. Alhoewel, we kunnen het hier zo door laten verbinden met dit netwerk. Wat uiteindelijk dan weer met de boot hier aangekoppeld is. Dus dat is misschien ook nog wel leuk. Mijn hemel, signature building, fuel plant. Ik kom er zo direct bij. Zo. Dan staat dat op die manier verbonden met elkaar. Dan moet ik daar natuurlijk nog een route voor uitstippelen.
En, oh, dit is eigenlijk wel heel mooi gedaan. Via het treinstation gelijk zo oversteken. Ja, 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 ineens ben ik briljant. Nee, niet bepaald, maar weet je, we doen een poging. Oké, okay, dan moeten we natuurlijk ook een subway route creëren. Vanaf dit treinstation gaan wij daarheen. Gaan wij naar het botenplazaatje. Draaien we om. Komen we uiteindelijk daar terecht. Om uiteindelijk hier weer bij het treinstation terug te keren. Complete route. Hoppa. Want dan zouden we natuurlijk ook via deze locatie toeristen binnen kunnen laten komen. Ook al gebeurt dat volgens mij nog niet. Ik heb letterlijk één line. Dus misschien moet ik deze harbor ook maar eens gaan verbinden met buitenstedelijke lines. Want er loopt hier bijvoorbeeld eentje naar Melkoom. Ik bedoel, het zit eraan verbonden, dus waarom niet toch? Hoe werkt dat? Lines. Ships. En dan kunnen we toeristen importeren. Passenger ship line tool. Vandaar naar buiten. En dan weer terug. Dat is een lijn. En van deze kant naar deze kant. En terug. Dat ik dit nog niet eerder heb gedaan, is ronduit schandalig. Oké, dan lopen hier nu 3 routes in totaal. Natuurlijk, what the fuck is hier gebeurd? Collapsed? De gebouwen zijn collapsed? Oké, nou. Dit is niet goed. What the fuck is hier gebeurd? Al mijn huizen zijn stuk. Ja. Weet je hoe we dat zouden kunnen oplossen? Abandoned buildings ook gewoon. What the fuck? Why? Why do you leave me? Dit is zo'n mooi plekje om te wonen. En het is gewoon de halve populatie valt hier weg. What the fuck is dit? Ik heb dit symbool nog nooit gezien. A crime has been committed here? Excuse you? Nah. Ook abandoned. Oké, het is alle gekke gebouwtjes die abandoned zijn of wat dan ook. Die haal ik gewoon. Oh, collapsed? Mijn hemel. Daar kunnen we wat aan doen. Door een... Ik dacht dat het bij de fire station een dingetje was. Dat het opgevangen zou kunnen worden. Of een medical clinic? Ik moet even kijken bij een firehouse. Want ik ben nu even compleet in de war. Nee, ik moet een groot hebben. Fire station. Disaster response unit. Dat was het. Specialized rescue service workers. Search for survivors in collapsed buildings. Ja, dat is hem. We need that. Ding is wel dat deze hier nu staat. Kan in samenwerking gaan met de helikopter wellicht, hoop ik. Want hier waren alle gebouwen in elkaar gekukeld. En we hadden daar niet de juiste mensen voor. Yikes. Deze locatie gaat steeds meer gevuld worden met torens en ook high buildings wat betreft commercial. Dus dat is helemaal top. Ondertussen staat deze efficiency 109%. Oké. Attractiveness. Forest proximity. Terrain height. Ja hoor. 51? Hoe kan dat meer? Abba! Grand City zijn wij nu. En ik heb de bronze statue ook geplaatst. Is dat in het midden? Is dat in het midden? Oog, het is niet in het midden. Het vervelende is dat je hem ook niet kan verplaatsen. Zodra die geplaatst is, is hij geplaatst. Lichtelijk frustrerend. Maar we moeten het er maar mee doen. Ik heb hier ook een passenger way weer geplaatst. Zodat mensen vanaf het voetstuk zo ernaar kunnen kijken. Wellicht lijkt me het dan nog wel geinig om hieromheen gewoon een paar looppaadjes of een paar alleyways neer te zetten. Zodat in ieder geval je hieromheen een paar restaurantjes desnoods. Een paar commerciële locaties lijkt me wellicht wel geinig om hier te hebben. Oké, terwijl mijn downtown area een beetje aan het opvullen is, hadden wij ook nog de fuel plant. Ground pollution, air pollution, -5 citywide. Zo! En +2 industrial efficiency. Wat een prachtig gebouw. En waar gaan wij die plaatsen? Hebben wij een mooie plek? We hebben alleen maar mooie plekken. Dat is het leuke eraan. Dit past eigenlijk hier perfect. Op de plek waar eigenlijk dit hier compleet... overrompeld? Nee, totaal niet. Nee. Zelf heeft het wel ground pollution en air pollution. Dus dan is het niet heel handig als we dat naast onze graanfarmpjes plaatsen. Ook al moet je kijken, deze plek. Het past ook gewoon perfect. Het past perfect. Air pollution tot dusverre. Maar ground pollution kan hem echt niet worden. Dus dan lijkt mij dit een veel schappelijkere locatie. En hij staat.
Wat ik trouwens merk, ik zie een aantal dingetjes zoals dit voorbij komen. High skill laborer, hier ook high skill laborer. En daardoor keek ik eventjes op mijn educatietapje. En zien wij dat er van de college komen een grandioos tekort. High school is prima, elementary school tekort en university dikke vet prima. Daarbij aantonend dat wij gewoon een elementary school ergens nog moeten verwerken. We hebben hier nog een mooi kaal stuk van waar onze college stond oorspronkelijk. Die zouden we bij wijze van hier zo naast die parkingspot kunnen plaatsen. Voor gewoon even tijdelijke opvang. Zijn de mensen in de buurt in ieder geval heel erg blij. Vergroten die kinderspeelplaats en die eromheen. Dat past echt perfect. Is dat in ieder geval tijdelijk eventjes voorzien? Ja, en we zouden hier bewijs van, misschien ook wel mooi bij dit terrein, een college kunnen plaatsen. Ook al hebben we hier natuurlijk onze plek voor alle studenten. Maar op een gegeven moment is die capaciteit ook vol. Hier, elementary 1500. Elementary 1500. College nagenoeg 1500. High school valt mee. Valt mee. Technical university rampzalig. Server farm is geen educatief. Medical university 100. En gewone university 1100. Dus weet je, wellicht is dat eigenlijk wel heel mooi om hier ergens op een straatje te hebben. Gezien de infrastructuur van de parking buildings, die staat er al nagenoeg. Het komt hier helemaal druk vol te staan, merk ik al. Dus daar ben ik hartstikke blij mee. En het is ook juist een mooie plek om bij de Observation Tower te hebben. Ook al willen we hier wel high density gebouwtjes hebben, vind ik het ook wel een hele mooie gelegenheid om hier een college ergens te plaatsen. Plus, ik zie dat wij office demand hebben. En dat is ook wel heel leuk om hier van die high density towers, wat betreft offices, te gaan plaatsen. Stel wij doen deze. Dat we even gericht aan een straatje het laten groeien. En hier komen ook prachtige hoge torens van. Oeh, waiting for ambulance. Inderdaad, hoe is het bereik hier? Gematigd. Alhoewel, het is toenaderbaar, maar de citizen health in dat gebouw is niet heel jovel. Zo, ik heb ook even een netwerk aan looppaden gecreëerd. Vooral als mensen natuurlijk vanuit de overground subway station langs de weg lopen. Kunnen ze hier oversteken. En kunnen ze zo lopen naar de college toe. Dat lijkt me wel zo verantwoordelijk, want dit zijn natuurlijk alleyways zonder sidewalks. En dat kan natuurlijk een beetje gevaarlijk zijn als je daarnaast wilt lopen. We zouden het op zich kunnen veranderen naar een gewoon straatje, maar ik vind die gelijk zo groot en dominant. Plus zo vind ik het wel een beetje aanmoedigend dat mensen juist met openbaar vervoer gaan. En we kunnen altijd hier nog een parkinglot naast plaatsen indien we daar de behoefte voor voelen. Kijk eens hoe leuk dit eigenlijk op zijn plaats valt. Ik heb hier nog eigenlijk een stukje grondgebied. Ik zit er stiekem aan te denken om daar gewoon nog een underground parking te plaatsen. Want ik heb het gevoel dat dit echt wel een hele populaire plek gaat worden. Dus dat lijkt me eigenlijk wel handig als ik dat ga doen. Want deze underground parking zit al op 200. Deze zit al op 110. Deze is dan net geplaatst. 40. 60. Maar gezien het aantal mensen die hier naartoe gaat komen, want we hebben hoge offices, we hebben hoge woongebouwen. Dit gaat een hele drukke plek worden. Zeker ook met college dichtbij. Lijkt mij dat wel een heel puik plan. Ik ga iets leuks doen. Of het een beetje werkt, weet ik niet helemaal. Ik denk dat het wel geinig op zijn plek kan vallen. Dat we dit zo doortrekken. Zodat we een geinige lus hebben hieromheen. Maar dan staat in ieder geval deze weg staat in ieder geval ook nog verbonden met dit campus. Dit nieuwe grondgebied. Ik denk dat dat op zich best leuk valt. En die angle waarop dat valt, valt nog reuze mee. God verbied dat je gewoon in het midden van een rotonde iets mag plaatsen. Schandalig. Oké, hoe staat het met onze production? Ja. Oké, prima te doen. Ik zie dat ik een flinke deficit van olie heb. Dit is erg problematisch. Weet je waarom? Ik wilde deze weghalen en dit is een olieraffinerij. Een oliepomp station. Niet goed. Nou had ik hier natuurlijk wel die ene. Oh, signature building. Switch on. From the humble toaster to the self. Organizing sock drawer. This factory makes everything that runs on electricity. Wat leuk. Nou had ik hier natuurlijk wel het idee om inderdaad een deze olievlek in ieder geval weg te werken. Dat is wel een dingetje. Wellicht moeten we daar toch maar eens even sneller naar gaan kijken. En hier langs de snelweg hebben we ook nog een hele grote vlek. Aangezien wij zo'n tekort komen, moeten we die wellicht nu alvast even plaatsen. En dit is de eerste olieraffinerij die we eventjes geplaatst hebben. Vliegt er even iets langs mijn oorschelp. Waar gaat dat heen? Wie vliegt daar?
twee oliebedrijven staan hier. Eentje is al gelijk naar de 45 employees geschoten. De andere zit nog eventjes op 11. Maar ik hoop dat daarmee eventjes onze deficit gedempt wordt. Want het feit dat we zoveel moeten importeren is wel heel bond. Dan ben ik eigenlijk best tevreden over dit stukje downtown wat wij hier gecreëerd hebben. Met echt hartstikke hoge gebouwen. Mooie, iconische punten. En natuurlijk ook gewoon aangesloten op het netwerk. Qua vervoer, dat is natuurlijk ook altijd heel netjes. Ik heb er wel echt 7 miljoen doorheen gebrand. Maar weet je, het was het waard. Ik bedoel, mijn toeristen zijn omhoog gegaan van 650 naar 710. Heftig. Income is wel omhoog gegaan. Wow, flink zelfs. Ik weet niet exact wanneer ik ermee ben begonnen. Game tijdlijn gewijs. Maar het afgelopen jaar in game zijn we echt flink geskyrocket ermee. Dus dat is goed. Mocht je toevallig nog suggesties hebben voor dit nieuwe stukje grond, laat dat gerust eventjes weten met een comment. Twee video's daarnaast mij. Bedankt voor het kijken. Graag tot de volgende keer. Tot ziens.